lieve kleine plantjes. Voordat ik met mijn December favorites begin, wil ik iedereen een gelukkig 2018 wensen. Dus jullie zijn hier voor mijn December favorites te zien. Ik zal jullie niet laten wachten. We zullen gewoon beginnen. En we beginnen met series. In december heb ik Beyond Stranger Things en That 70's Show gezien. Over That 70's Show ben ik al een paar maanden aan het praten, maar Beyond Stranger Things komt voor de eerste keer voor in mijn favorieten. Dus waar gaat deze Netflix-serie eigenlijk over? In deze show leer je de cast van Stranger Things kennen en er worden verschillende interviews gedaan en je leert ze eigenlijk beter kennen op een veel vriendschappelijker niveau. Dan nu, films. Ik ben een nieuwe Star Wars film gaan kijken. En natuurlijk heb ik er ook een fangirl video over gemaakt. Dus als je die wilt zien, klik op het ietsje hierboven. En dan ben ik ook nog eens naar de bioscoop geweest voor Murder on the Orient Express. En oh mijn god, wat een goede film. Ik wil iedereen die film het aanraden. Want de film is gebaseerd op een Belgisch verhaal. En dat einde van die film is zo goed. Ik heb er geen woorden voor. Gewoon gaan kijken. Murder on the Orient Express. Zo'n goede film. En we zullen nu overgaan naar de volgende categorie, boeken. Om te beginnen heb ik Doing It uitgelezen. Ik vond dat zo'n goed boek en ik heb zoveel bijgeleerd. Als je ouder bent dan 14, raad ik jou zeker het boek aan. Want je zal ervan versteld staan hoe weinig wij eigenlijk weten over seks, seksualiteit, sexy dingen. Ik heb zoveel bijgeleerd. En dan het laatste boek wat ik vorig jaar heb gelezen is Imagine. Dit is een kinderboek gebaseerd op het liedje Imagine van John Lennon. En het was een heel leuk prentenboek om aan te kijken. Ik heb me echt geamuseerd met dat boek te lezen. Ik heb het eigenlijk niet gelezen. Ik heb gewoon John Lennon zijn lied laten zingen terwijl ik door pagina's bladerde. Maar als je kinderen of neefjes of nichtjes hebt of zusjes of broertjes die een boek wilt cadeau geven, Imagine is echt een leuk boek om cadeau te geven. Ik ben 19 en ik ben er zelfs blij mee met zo'n kinderboek. En dan zijn we nu aangekomen bij mijn random favorites. Al mijn kerstcadeautjes die ik dit jaar heb gekregen zijn ook een favorite van mij. Als jullie graag zouden willen zien wat ik voor kerstmis heb gekregen, zet dat gewoon in de commentaar en dan maak ik ergens midden januari, na mijn examens, een video over wat ik heb gekregen met kerstmis. En dan nog een random favorite zijn mijn nieuwe posters. Want zoals je kan zien hangt er achter mij Abbey Road van de Beatles. Ik hou van de Beatles, dus moest ik er zeker een poster van. En dan heb ik natuurlijk ook nog een poster van Pulp Fiction gekocht. Want Pulp Fiction is een van mijn favoriete films. Ik had in het begin eigenlijk niet door waarover die film ging. Maar na hem enkele keren te kijken ben ik er zo'n grote fan van geworden. Dus heb ik er zeker ook een poster van gekocht. Ik hoop echt dat jullie van deze video hebben genoten. Als je het een leuke video vond, geef het een duimpje. Vergeet zeker niet te abonneren, want ik post elke zondag om 10 uur 's ochtends een nieuwe video. Volg me ook op al mijn sociale media. Links staan in de beschrijving. En dan zie ik jullie volgende week terug. Bye! Ik hoop echt dat jullie van deze video genoten hebben. En dat jullie een spetterend en superleuk jaar gaan krijgen. Want jullie verdienen het allemaal. En het diepste van mijn hart wens ik jullie echt allemaal een supercool jaar toe. Ik hoop echt dat jullie het allemaal goed gaan doen op school of op je werk of gewoon algemeen in het leven. Dus, als je mij zou willen helpen, druk op abonneren of op één van deze twee video's. En dan zie ik jullie volgende week terug. Bye bye!